die man, maar hij wordt gewoon op dit moment althans tweede op die 1000 meter, vlak achter Nicky Thomas. En dan Geert Kuiper. Een formidabel goede 500 meter heeft hij gereden, vlekkeloos. Vierde was hij in het klassement van die 500 meter. En de 500 meter ligt er beter dan de 1000, dat is bekend. Maar Kuiper is een beetje in een winning mood. Kuiper weet dat hij een prachtige 500 meter aankomt. En ja, hij voelt dat de vorm in zijn lichaam aanwezig is vandaag. Opening 18-2 voor de Zweed Göran Johansson en 18-3 voor onze landgenoot. Dat is netjes. Dat is netjes. Dat is nog een tiende sneller dan Hachiev, die zo keurig naar de tweede tijd reed. Maar het laatste stuk, dat is altijd voor Kuiper een beetje het probleem op die 1000 meter. Want met dit moeilijke weer kun je het niet alleen van de techniek hebben. En techniek heeft hij genoeg, zoals u weet. Maar hier komt ook kracht aan te pas. Benieuwd naar de 600 meter tijd voor Geert. 48 precies. Ja, dat is toch goed. Dat doe je nog lekker mee. Johansson gaat in het spoor van Kuiper ook lekker mee trouwens. Komt hij die binnenbocht naast onze landgenoot, zelfs iets ervoor. En Kuiper, ja, die, ja, wat is dit nu allemaal weer? Dan moet Kuiper natuurlijk toch, ja, die Zweed moet er achterlangs. Maar ik neem aan dat het toch concentratieverlies oplevert bij Kuiper. Dat zal hem toch een paar tienen van seconden schelen normaal gesproken. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Want wat wordt nu de tijd van Geert? 1.21.17. Nou, dat kan dan nog net. Dan staat hij ongeveer op een 9e, 10e plaats in het klassement van die 500 meter. Maar het had beter kunnen zijn. Dat blijkt ook uit het gebaar van Kuiper. Hij is kwaad. Kijk, hier, die Zweed. Ja, die moet er achterlangs. Die komt uit de binnenbocht. Maar wacht daarmee veel te lang.